ja, stelling alive, hè? Goed, ja. Nog steeds, jongens. Ja, die was stelling, ja, inderdaad. Inderdaad. Nou, gelukkig maar alive en kicking. Maar nieuwe spelers. Die komt straks pas. Die heb ik al klaarstaan. Maak je maar niet druk. Uit het begin is gemaakt, hè? De verdediging. Ja. Dus ja. Twee goede namen. Inderdaad, want daar lijkt de nadruk wel een beetje op te gaan liggen. Hè? Want we zijn nou maar een beetje begonnen met het analyseren van de huidige selectie. Ja. En wat hebben we nog nodig? Want ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat gaat er blijven. En op dat vlak is het een beetje nog onzeker. Met de verdedigers erbij, nu, die we nu hebben, zou ik zeggen, scorend vermogen hebben we nog nodig. Ja. Ja. Liefst ook op middenveld. Ja, want Marcel van Es die zegt al echt al weken, jongens, we moeten doelpunten kopen. Ja, hè? Zeker weten. Spelers kopen die, aantrekken, we hebben niks te kopen, die met scorend vermogen op eerste divisieniveau. Liefst wat hoger natuurlijk, maar halen we die ook in de eerste divisie? Nou ja, alle pijlen zijn, als ik mijn Twitterlijn volg, gezet op Cas Peters van Emmen. Ja, dat is een mooie hype. Wat zou die jongen daar nou zelf van vinden? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf een bloedhekel aan drammende Jehovah's. Als ik dus Cas Peters was en ik zou daar gespam iedere keer krijgen, ik zou dus gewoon niet van nakt tekenen. Het geeft een beetje een eng gevoel natuurlijk, hè? Want het nadert wel proporties dat het haast een hype is. Nou, dat is allemaal leuk voor ons natuurlijk, mm-hmm. Maar het lijkt wel alsof mijn nakt nood heel erg hoog is of zo, dat wij een speler met het niveau van met alle respect, Cas Peters moeten... En ik vind ook, er is een verschil tussen iemand een warm gevoel geven en welkom heten. Maar ik vind het een beetje drammerig worden. Ja, hij wordt inderdaad op zijn maaskans wordt hij gepusht om wat gepaaid met mooie fotootjes van, hey, dit is wekelijks voor huis. Dat vind ik erg, dat maaskant het doet. Maar dat al die supporters eroverheen duiken, dat vind ik iets minder persoonlijk. Daar kan hij een beetje de zenuwen van kijken. Dat denk ik ook, ja. Ik ken de jongen verder niet persoonlijk, dus ik weet niet hoe dat hij daarmee omgaat. Ja, het zal misschien wel gewoon van hem af. Dus het zal hem ongetwijfeld strelen, maar... wat voor speler is het eigenlijk? Want het is notabene wel een speler die gepromoveerd met de Graafschap. Maar geen contractverlenging. 18 doelpunten. Eerste divisie. Hadden het over Cas Peters, toch? Van Emmen. Oh, van Emmen. Ja, ik zeg van Jerry van Leeuwijk. Dat is een spits in een twee-spitsen-systeem. Ja, komt van links en trekt dan naar binnen. Ja. Dus misschien gaan we wel 4-2 spelen als hij komt. Ja, inderdaad. Ja. Ik was even in de war met Jerry van Leeuwijk. Jongens, die carousel gaat zo snel. Ja, precies. Ja, hij draait er onder de Want jij doet wel een enkel punten aan raken nu op dit moment. Mm-hmm. Nou, natuurlijk altijd maar met dat 4-3-3. Ja. Ja. Ik ben altijd van mening, als je het verdedigend en een paar goede middenvelders en een paar aanvallende middenvelders hebt die ook doelpunten kunnen maken. En je zet daar twee spitsen bij die onderling kunnen wisselen en de buitenkanten op kunnen zoeken. Ja. En de ruimte geeft aan de backs om links en rechts er langs heen te gaan. Daar heb ik natuurlijk nu een fantastische rechtsback voor aangetrokken. Hè? Ja. Zo. Die het in principe gewoon, die het in principe kan, meneer Pedro. Ja. Hè, was ik hem zo maar even, Luis Pedro. Ja, dan denk ik bij mezelf, ik ga even naar wat anders. Ik kom rechtstreeks nu vanuit Nijmegen. Mm-hmm. Daar moest ik vandaag zijn voor mijn werk. Mm-hmm. En daar sprak ik met een persoonlijke vriend van Rens van Eijden. De oud Willem II'er, die ook bij een NEC heeft gevoetbald. En die zei ook, we hebben dat jaar van die degradatie gehad. Wat hebben wij als NEC voor elkaar weten te krijgen? Dat we het team bij elkaar hebben kunnen halen. En we hebben doelpunten gekocht. Ja. Waar we eigenlijk dit mee begonnen. Ja. En daar zie je dat er bij NEC, ik geloof, meer dan 100 doelpunten gemaakt zijn in het afgelopen seizoen. Ja. En dat heeft er dus gewoon indirect voor gezorgd. Dat hun... verdedigend ook wel eens af en toe een steekje konden laten vallen. Maar dan kon ze permitteren. Veel scoorden. Dat ze gewoon eigenlijk op niet met de hak over de sloot, maar heel twee vingers met neus. Twee vingers in de neus. Daar zocht ik naar. Ja. Kampioen van de eerste divisie zijn geworden. Hebben zij niet een enorm risico genomen door kost wat kost dat team bij elkaar proberen te houden. Hè, financieel. Ze moeten natuurlijk salarissen behouden. Ja, niet allemaal. Maar spelers die verhoudingsgewijs erg veel verdienen. Ja. Die fout hebben wij in 99 ook gemaakt. Hè? Dat is wel de kiem van alle schuldproblematiek. Ja, exact. Dat klopt inderdaad. Is dat het waard? Dat is net wat je zegt. Had het met een beetje minder ook kunnen, hè? Bedoel ik. Ja, het had het met een beetje minder ook kunnen. Maar ja, ik bedoel, kijk, wat heeft NAC nou in de tweede seizoen zelf voor van het afgelopen seizoen uitgegeven? Ja. Alles is bijna gehuurd, binnengehaald of op andere manieren. Dus daar heeft ook geen kosten met zich meegebracht. Ja. Alleen het nadeel is dus weer dat je de pretenties al hebt geuit om volgend jaar kampioen van de Jupiler League te willen worden. En dat daar tegenover moet zetten van dan zul je waarschijnlijk weer tot het laatste moment moeten wachten. Ja. Totdat er ergens spelers, misschien wel van buitenlandse clubs uit het groepje van Maaskant, weer naar Nederland gehaald worden. Ja. Denk aan Perica, die uiteindelijk nog terugkwam van Manchester City. En dan moet je dus met een ingespeeld team tot aan het middenveld, zeg ik dan maar. Ja.
moet je dan die competitie weer aan. En dan krijg je als eerste wedstrijd Volendam thuis. Ja. Nou, lekker. Ja, sowieso die eerste aantal rondes is zwaar. Ja, stevig. Daar heb je geen makkelijke tussen zitten. En ook de eindigen. Als het om de laatste puntjes gaat, die moet een laatste pot tegen Go Eagles voetballen. Ja, uit. Zo. Ja. Uit nog eens een keer. Ja, dat is zwaar. Dat is een mooie om straks eens eventjes goed op in te gaan zoomen. Kijken wat daar al wat prognoses op kunnen geven. Ik word er een beetje bang van als ik erover praat. Maar hey, over spelers die we wel hebben. Hè? Want natuurlijk vers was deze week, begonnen we deze week mee. Michael Dingsdag. Ja. Dinsdag kwam het nieuws. Stevige voetballer. Ik hou er wel van. Ja, 32 jaar. Is dat wat we nodig hebben? Zijn we op zoek naar een mix van jong en oud? En ja, ervaring? Lijkt me wel. Ja. Heb je nodig, hè? Ja, zeker weten. Ik ben van mening, en daar hebben we het in de eerdere NAKPRAAT-uitzendingen dit seizoen ook wel eens over gehad, dat bijvoorbeeld een Hendrico Drost beter ging voetballen op het moment dat er een geroutineerde jongen rondom hem heen liep. Ja. De eerste periode dat hij het samen moest doen met meneer Damczewski, die gewoon ook nog op de loonlijst staat bij ons fijne clubje. Ja. Helaas. Die kon hem die zekerheid niet bieden. Nee, en dan zie je gewoon over het algemeen dat spelers toch achterin de rust zelf, zo'n Marcellus, weet je wel, die dan aanvoerder werd, de lijntjes uit ging zetten. En dat ging in de eerste instantie nog niet eens zo helemaal goed. Maar gedurende de tweede helft van het seizoen ging daar veel beter lopen. Ja. De speelstijl werd erop aangepast. En je hebt gewoon resultaten gehaald. Veel 0-0. Alleen, ik scoorde zelf niet. Waardoor we bijvoorbeeld Heerenveen uit, Ajax uit, die allemaal 0-0 wedstrijden moesten spelen. Zat er dan ook niet even heel erg in? Want Henrico Drost heeft er wel eens echt als puur praktische zaak aangegeven. Dat ze ook letterlijk dezelfde taal spreken in de verdediging. Ja, dat was wel ook handig. Echt een ding, hè? Ja. Damczewski die sprak alleen maar Macedonisch en Duits, geloof ik. Ja. En geen woordje Engels, geloof ik. Ja, dan wordt het moeilijker. Ja. Dan moet je aangeven wat voor en achter is. Want dat ging toch letterlijk fout. Amai, van, als die bal daar komt, dan ga jij naar achter. In plaats van dat zijn heel basis dingen waar je het over hebt. Ja, als dat fout gaat. En als dat daar werkt door in het vertrouwen. En dan gaat alles lopen schutteren achterin. Ja, maar ben ook reëel. Wat moet zo'n Damczewski nou voelen op het moment dat hij weer terugkomt hier? Ja, een bijrolletje. Ja. Ik zou het niet weten. Die moet aan het begin van het seizoen beginnen. Ja. Die heeft zo'n vervelend seizoen gespeeld. In de voorbereiding, weet ik het nogal, tegen de amateurclubs, als ik het zo mag zeggen. Ja. Hè, werd hij de hemel ingeprezen. Ja. Het was een stevige verdediger, een lange, kopsterke speler. Ja. Die ook nog eens een keer op het moment dat hij de tijd kreeg, een redelijke paas kon versturen. Ja. Maar dat heb je in de Eredivisie niet. Nee. Want iedereen nee. wist dat ze NAC af moesten gaan jagen op een gegeven moment. Het was afstraffen. Die zwakke punten die kwamen gauw aan het licht. En, en dat stuur moet drankvoetbal, dat zullen de komende seizoen alleen maar sterker krijgen. Ja, dat klopt. Derhalve mogen we blij zijn dat Michael Dingsdag, een speler van zo'n kaliber, toch wel. Ja. Er zijn toch niet de minste clubs waar hij voor heeft gespeeld en een buitenlands avontuur in Zwitserland. Ja. Toch? Ja, dat zo'n speler toch een uitdaging in NAC ziet. En dat hij zeker een minimaal jaar of twee wil gaan proberen. Ja, dat heeft Maaskant goed gedaan. Ja. En het blijkt ook dat hij al langer met Maaskant aan het praten was voordat de degradatie op plaatsvond. Dus hij was al in beeld voor het seizoen voor de Eredivisie. Ja. Laten we het zomaar stellen. Mm-hmm. Dus dan vind ik het toch klasse dat hij dan een stapje terug doet. Want hij zal waarschijnlijk niet kunnen verdienen wat hij dan in de Eredivisie verdient had. Ja. Maar dan, als hij dan blijkbaar zo'n woord aan Maaskant gegeven heeft en hij komt dat uiteindelijk na, dan valt dat te prijzen. Ja. En laten we heel reëel zijn. We hebben een hele gekke club. Ja. Die van de ene financiële nadeel in de andere vliegt. Ja. Maar als hij dan de spelers hoort, en of dat dan commerciële taal is die op NAC.nl eruit gevlogen wordt. Van, zijn toch allemaal overtuigd van het feit dat het fantastisch is om in Breda te mogen voetballen voor zo'n publiek. Ja. Ja. En dan denk ik wel eens van, dan kun je het net over Cas Peters hebben en dat hij bestormd wordt met mailtjes en allerlei andere dingen. Maar het geeft wel aan dat de supporters hem dan graag zien komen. Ja, dat sowieso. En dan denk ik bij mezelf, dan kun je het inderdaad van een negatieve kant benaderen. Door te zeggen van die jongen wordt overstelpt en zal het allemaal wel meemerken. Aan de andere kant, alle verhalen die van spelers deze kant uitkomen, is toch dat ze graag voor een lekkere bak hier in Breda komen voetballen. Ja, ik vind het wel mooi van de NAC supporters. Met welk gemak dat er wordt omgeschakeld. Hè, dat je niet te groot voelt om een speler van het kaliber Cas Peters, met alle respect, om die te benaderen en zo door het stof te gaan voor zo'n speler, zeg maar. Nou, ik was bij een van de hoofdsponsors van NEC vanmiddag in het gebouw. En daar stonden ze, daar hebben ze echt met open mond staan kijken wat er gebeurde na afloop van die degradatie. Ja. Dus met 5000 man in het stadion blijven zitten en gewoon die spelers een fatsoenlijk afscheid van het seizoen bieden, ondanks de teleurstelling. Ja. En dan twee dagen daarna die actie van Maaskant en Drost thuis opzoeken. Ja. Ja, dan denken ze bij zichzelf, dan laten ze die 150 man die na afloop even staan rellen, die laten ze links liggen. Ja. En dat zien ze, dat gebeurt dan altijd. Maar de bewondering voor het feit hoe NAC dat dan oppakt, die is groot. In de landen ook. Maar dat zie je ook op de reacties op alle sites. Ja, dat er
toch ook, en ik zeg het niet graag, spelen mensen van Willem II en dergelijke. Die reageren dan toch ook in eerste instantie met een beetje van, hè, we hebben een beetje teruggepakt voor die 7 mei actie van 2 jaar terug. En terecht, hè? Ja, natuurlijk. En vervolgens zeggen ze toch van, ja jongens, maar die derby. Ja. En het feit dat NAC gewoon in de Eredivisie thuis hoort, dat staat als een paal boven water. Dat is exact wat onze afdelingskruiken bij mij op het werk allemaal zeggen. Dus het is verdomme. Natuurlijk hebben we even zitten lachen, maar het is wel verdomd jammer voor de derby natuurlijk. Hè. Ja, en dan werk ik nog eens bij de kakkerlakken. Dat wordt dubbel zijn werk natuurlijk. Hey, over die Ja, maar er moet nog wel wat gebeuren, hè, al de selectie. Want als ik hier het lijstje zie, het is wel een klein aantal namen, zeg maar. De gegadigden die lopen ook langzaam de deur uit. Hè. Althans, de gegadigden. Ja. We hadden het net over onze buurmeisjes in Tilburg. Guus Joppe. Want dat is zojuist bekend geworden dat hij bij Willem II heeft getekend. Op de site van NAC staat dat hij 2 jaar getekend heeft. Ja, dus die valt al af. Ja, die gaan van het lijstje af. Ja, we weten natuurlijk niet echt heel zeker. Hè? We horen heel veel namen die op het lijstje staan bij NAC. Maar we hebben ook heel veel namen die op het lijstje bij NAC staan. Nog niet gehoord natuurlijk. Hè? Dus we weten niet wat Maaskant nou... welke prioriteit aan welke speler dat hij geeft. Dat geldt trouwens ook voor Elvio van Overbeek. Dat, is dat is een buitenspeler van Jong PSV, begreep ik. Die heeft intussen ook voor Go Ahead Eagles gekozen. Ja. Maar dat was meer om het feit dat... NAC had een andere prioriteit op andere linies. Ze hadden hem wel op het lijstje staan. Maar dat hebben we trouwens uit eerste hand. Zijn vader, dat is een NAC supporter, komt uit Geelze. En die heeft dat ons allemaal een beetje te vertellen. Ja, hij vond het ontzettend jammer dat hij niet van NAC heeft kunnen tekenen. Maar Elvio had zelf ook graag van NAC gespeeld. Maar prioriteiten van NAC liggen op andere linies. Ik ben allemaal bang dat het zo verschrikkelijk lang gaat duren voordat de duidelijkheid hier in Breda is. Ja. Mede door het feit dat je eerst moet verkopen voordat je wat nieuws aan kunt trekken. Ja. Dus dat betekent dat de komende 2 weken waarschijnlijk nog geen speler van NAC de deur uit zal gaan. Ja. Ja. Want alle perikelen rondom Suntjes naar AZ en dat soort zaken. En Utrecht volgens mij was het. Ja. Tiga Duini die weg zou gaan, noem het allemaal maar op. Ja. Klopt. Nou, daar wil NAC toch geld vervangen. Ja. Ik denk dat ze minder dan 1 miljoen voor Tiga Duini pakken, doen ze het ook niet. Dus dat betekent gewoon heel simpel dat de kans misschien wel groot is dat hij gewoon nog een half jaar in de Jupe voetbalt als het zo doorgaat. Ja, precies. En dat betekent dus dat je ergens in de winterstop, halverwege in het seizoen, weer zo'n situatie krijgt dat er een aantal spelers weggaan. Ja. En dat je weer moet gaan halen. Dan ben je weer 3 weken kwijt voordat je wat meer 3 wedstrijden kwijt voordat het een beetje goed loopt. Maar ik denk dat we sowieso ook van deze momenteel positieve flow moeten doordrijven. Hè. Dan moeten we eigenlijk elke week met een hele spannende naam komen, denk ik. Hè, om ook supporters te overtuigen van hey, we gaan naar een fantastisch seizoen. Die supporters. Ja, 5000 seizoenkaarten weer. Ik vind het goed hoor. Ja, dat klopt. En de NAC supporter is over het algemeen best lui. Hè. Die gaan altijd op het laatste moment. Maar die laten zich ook leiden door. Wat voor team dat er staat, welk vertrouwen je hebt om gedoodverfde kampioenskandidaat. Ja. Kijk, weet je wat aan de andere kant ook is? Er zijn een heleboel mensen die hier op vrijdagavond gewoon werken. Ja. En die op dit moment om die reden gewoon net zo lang gewacht hebben tot dat competitieschema, wat we straks gaan bespreken, voordat dat bekend is. Nou, er zijn niet echt heel veel wijzigingen ten positieve daarin. In ieder geval geen zaterdagwedstrijden, wat NAC graag zou willen. Ja. Ja, dan is het gewoon heel simpel. Dan gaan men gewoon proberen om op andere manieren wat te regelen. Maar of dat dan indirect met seizoenkaarten zal zijn, dat is te betwijfelen. Maar ik geloof toch wel dat er gewoon minimaal 10, 11, 12 duizend man in het stadion zal zitten hoor, gedurende die wedstrijd. Ja, precies. Hey, over andere spelers, hè. We moeten er eventjes gauw doorheen. Elson Hooy komt weer terug naar NAC. Hè. Zijn huurperiode bij die Deense club Viborg. Ja. Hè, die zijn gepromoveerd naar de Deense hoogste klasse. Zijn huurperiode zit erop. Hij komt weer terug naar Nederland. Naar NAC wel te verstaan om daar zijn contract uit te dienen. Wat voor kansen geven we hem? Ja, laat maar komen. Ja, hij moet zich weer opnieuw gaan bewijzen. Van wel snel, maar hij kan het wel. Ja. Ik geloof het wel. Kan hij het aan? Ja. Zeker eerste divisie niveau. Dat moet toch niet dat al te veel problemen opleveren, denk ik. Ja, denk het ook. Maar aan de andere kant, er is weer een charme-offensief voor nodig geweest. Hè? Want er waren eerst wat negatieve berichten rond Hooy in de media terechtgekomen. Nou, hij geeft nu aan met frisse moed terug te komen en zich volledig weer in te willen zetten. Ja, en dan denk ik bij mezelf van... We gaan maar eens even kijken wat het verder wordt. Ten Rauwelaar staat natuurlijk ook op de transferlijst. Ja, goed dat je zegt inderdaad. Die mag ook uitkijken. Maar als het niet gaat doorgaan, dan is het ook maar zo. Hè? Ja. Dus eigenlijk niet al te veel beste reclame voor zichzelf kunnen maken afgelopen seizoen. Kijk, dus, ik weet niet hoe jij erover denkt, Wilbert. Jij hebt ook een sterke mening erover. Maar kijk, NAC heeft fout gemaakt door bij beide. En dan praten we over Ten Rauwelaar en Valkenburg om daar een degradatieclausule in te bouwen. Ja, niet in te bouwen. Juist. Volgens mij ben jij als club...
dan gewoon verantwoordelijk voor het feit dat je dat risico genomen hebt. Dan ben je zelf heeft niet dom. Je heeft er dan iemand niet op zitten, voor een onverantwoord risico. Nou, maar ik vind dan trouwelaar is al een oud contract al, hè? Volgens mij nog van Assen. Nou, volgens mij heeft hij kort geleden nog verlengd. Ja, oktober volgens mij nog. Okay. Dat was net rond het moment dat Goudelje werd ontslagen. Ah. En dat werd een beetje overschaduwd. Nog een jaar bijgetekend zelf, volgens mij. Maar ik bedoel daarmee aan te geven, dan heb je doelbewust Valkenburg en Trouwelaar zo'n contract aangeboden. Geen rekening gehouden met degradatie. Ja, dat is dom. Dan vind ik niet dat de supporters daar een mening over mogen hebben, dat dan een Trouwelaar en dergelijke dan maar ineens de helft van zijn contractgeld in moet leveren. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Die jongen zit aan het einde van zijn loopbaan. Ja. Die dacht door middel van het tekenen van dat contract in ieder geval zoveel centjes binnen te krijgen om straks rustig achterover te kunnen zitten waarschijnlijk. Ja. Nou, keepertrainer en dergelijke, dat wil die wel. Maar dat zou die dan ook nog eens een keer bij NAC worden, was geloof ik in het contract opgenomen. Dus die jongen zijn kostje was gekocht. Ja. Moest kijken wat dat nu voor gevolgen heeft. Ja, we hebben gelijk ook... Ik vind in dit geval, zowel bij Valkenburg als ten Rouwelaar, heeft de berichtgeving twee kanten. En daar wordt nog wel eens een keer... wordt er maar op één kant uitgekeken. Ja, dan mag je deze spelers niet op aankijken. Als ze verkocht kunnen worden, dan zou ik ze toch laten gaan. Ja allebei. Valkenburg is volgens mij met stip de best betaalde speler in de eerste divisie, als ik het zo eens mag beschouwen. Maar ja, nogmaals, die jongen die heeft ook moeite gedaan om naar NAC toe te komen. Toen waren er volgens mij ook geen andere kapers op de kust. Ja, Go Ahead Eagles zelf volgens mij om hem weer terug te laten gaan toen de tijd. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook niet heel goed gepresteerd in het begin van het seizoen. En toen hij ging presteren, toen is hij geblesseerd geraakt. Dus welke club, ik weet niet hoe oud Valkenburg is. Ik weet niet of jullie het wel uit je hoofd hebben. Die is nog niet zo heel erg oud. Maar dan denk ik bij mezelf van, welke club gaat het risico nemen? Ja, klopt. Ja, bottom line, NAC heeft zelf met die contracten zitten gehappen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dat zorgt ervoor dat er gewoon op dit moment minimaal 5 ton gereserveerd moet worden als het niet meer is. Om die salarissen te kunnen betalen. En dat houdt je ook tegen met een lagere begroting om risico's te nemen om nu al spelers aan te gaan trekken voordat het verkocht is. Ja. Dus. Hey, stel, Tiga de Wini gaat weg. Ja. Wie gaat er voor in de plek komen? Wie hadden ze daarvoor in de plek? Ja, die jongen van de Graafschap. Inderdaad, dat was Jerry van Ewijk. Ja. En was die nou al gelinkt aan andere clubs? Want die lag ook behoorlijk in de picture. Ja, Willem II stond ook al online. Willem II, ja. En NEC heb ik voorbij zien komen. Ja. En VVV en Go Ahead. Nou ja, ik heb liever dat ze naar clubs in de Eredivisie gaan. Dat soort jongens die goed in de markt liggen. Ja. Dan dat ze de concurrentie versterken. Ja, dus ook een speler die ons gaat verlaten, dat is Rémy Amieux. Ja. Die heeft ons al verlaten. Die is naar Parijs gegaan en... Die gaat onder de Eiffeltoren voetballen. Red Star Paris. Ja. Ja. Daar heeft NAC in 1925, las ik op Facebook, een keer tegen voetbald. Oh ja, kijk. Moet je maar eens kijken. Kijk, daarom van NAC Museum, die site. En daarom zit Wilbert nou hier, hè? Voor de weetjes en de dingetjes. Ja. Ja. Nee, maar even simpel aangeven. Dat geeft wel aan dat de verdediging op dit moment de enige kant is die leeg aan het lopen is. Ja, inderdaad. Marcellus is weg. Amieux is vertrokken. Onze Belgische vriend, ik ben even zijn naam kwijt. Zwerts. Blijft nog, die heeft nog een contract. Maar onze andere Belgische vriend die is gestopt met voetballen, Sepke Drover. Dus dat betekent dat achterin het gewoon helemaal leegloopt. Drosten, einde contract, is nog niks bekend of die eventueel een nieuw contract aangeboden krijgt. Of dat hij vertrekt. Ja, die zie ik nog wel eindigen bij zo'n Heracles of zo. Ik denk dat daar een hele nuttige voetballer kan zijn. Ja. Ja, maar toch denk ik in de Jupiler League dat hij gewoon ook namens NAC prima mee kan. Hij mag van mij blijven, laat dat duidelijk zijn. Ja, ja. Nee, ja nog, het is afwachten. We zitten eigenlijk in zo'n tussenfase. Ja. En dat vind ik niet zo'n prettig gevoel. Want over een week beginnen we weer te trainen. Ja, dat is eng. Dat is ook zo. Over tussenfases gesproken. Ik denk dat we even een tussenfase met Simple Minds gaan doen. Waar we het net over hadden. We blijven alive and kicking, hè? Alive and kicking. Al nooit verloren gaan. Ja.